In TopTalks volgen we mensen met een bijzonder medisch beroep. Rachel en Albert maken zelf mee hoe het is om patiënt te zijn en mogen meekijken bij operaties. Vandaag ga ik een hele speciale chirurg ontmoeten. Hij is 5 jaar, heeft al 100 operaties uitgevoerd. Hij heeft geen 2, maar 4 armen en hij trilt nooit. En hier is hij. Dit is een robotchirurg. En vandaag gaat hij een hartklepoperatie doen. En ik mag daarbij helpen. Tenminste, moet ik eerst even oefenen. Hey, en waarom wilde je nou chirurg worden? Goeie move, Albert. Ja. En dokter Roland gaat uitleggen hoe je de robot bedient. Albert, ik zou zeggen, ga zitten achter de console. Joystick links, joystick rechts. Kun je vastpakken met de juiste vingers en de juiste openingen. Ja, ik voel nou dat hij reageert op mijn handen. Ja. Doe me even een paar oefenbewegingen. Nou, volgens mij ben je gereed om de eerste operatie te gaan proberen. Probeer maar eens het tandwiel op de plaats van het hart te brengen. En het hart op de plaats van het tandwiel. Oké. Zonder de rand van de opening te raken. Hè? Dan gaat het mis met de patiënt. Ik pak hem even over nu. Het hart erbij pakken. Albert, je doet de patiënt wel pijn nu. Ja. Je hebt ook niet veel tijd meer. Hè? Het gaat iets minder goed met de patiënt nu. Oh. Ik heb mijn hart laten vallen. En wat is nou het grote voordeel van de robot boven opereren met je handen? Nou, wij opereren met deze robot ook veel harten. En bij een hartoperatie zou je anders, volgens de gewone methode, het borstbeen van boven naar beneden moeten openmaken. Dat is best een grote wond. En nu doen we het via kleine gaatjes aan de zijkant. En het voordeel daarvan is dat mensen minder pijn hebben en sneller weer op de been zijn. Sneller beter zijn ook. Sneller beter zijn. Ik ga nog even een keer oefenen. Geigen. Ik ga bijna mijn tong ervan uitsteken. Zo geconcentreerd. Geef niet, het gaat vanzelf over. Bravo, ik vind dat je het uitstekend hebt gedaan. Mag ik nou ook meehelpen bij de operatie? Nou, het zag er leuk uit. Best een bemoedigend begin. Maar dit gaat wel 1,5 jaar duren voordat je... Nou, 1,5 jaar? Ja, echt wel. Dus, maar weet je wat? Gaan we mee, gaan we zo kijken en de operatie echt gaat beginnen zometeen. Tijdens een operatie is het heel belangrijk dat hier op de OK alles zo steriel, zo schoon mogelijk blijft. Dus dokter Roland moet een pak aan, ik moet mondkapjes voor en deze kleren aan. En zelfs de robot krijgt nog een jas aan. Nou, laat die patiënt maar komen. We gaan beginnen. Op de operatiekamer is de patiënt al in slaap gebracht en ook zijn er openingen tussen de ribben gemaakt waardoor de robot er goed bij kan. We gaan bij deze patiënt een lekkende hartklep repareren met behulp van de robot. Die gaat straks door die kleine gaatjes die we hebben gemaakt naar binnen. Er zijn buisjes naar binnen gebracht tussen de ribben door. Straks gaan de armen van de robot worden daarop aangesloten die binnen precies kunnen doen wat dokter Singh van achter zijn console bestuurt. Dr. Singh kan door een superscherpe 3D-camera heel goed zien wat hij doet. Met deze camera kan hij tot wel 10 keer inzoomen en ook alle andere mensen op de operatiekamer kunnen met hem meekijken. En je ziet nu dat ze het vliesje wat om het hart heen zit net hebben doorgesneden en daarachter zie je dus het hart kloppen gewoon. Om ervoor te zorgen dat Dr. Singh zijn werk goed kan doen, wordt het hart stilgelegd. Plus 2. Dit kan omdat deze grote machine het bloed blijft rondpompen. Dat is de hartklep die je nou ziet. En die hartklep zorgt ervoor dat als je hart samenknijpt, het bloed niet terugstroomt, weer terug je lichaam in, maar juist de goede kant op gaat. En bij deze patiënt lekt die klep, die sluit niet meer goed. En dat gaan ze nu repareren. Kijk, dit is de ring die we gaan implanteren. Die is bedoeld om de doorgang waarin die klep is opgehangen nauwer te maken, zodat die klep weer beter past. Dus eigenlijk het kozijn kleiner maken, zodat de deur beter dicht gaat. Zodat de deur weer beter in zijn nieuwe, kleinere kozijn past. Dr. Singh kan met de 4 robothandjes de ring heel precies in het hart plaatsen en vasthechten. Een heel nauwkeurig werkje, maar hij kan het allemaal zonder trillende handen. En je moet nog uitkijken dat je niet de kopstoot krijgt van die robot ook nog. Ja, je wordt hier heel lenig van. Dat is ook een voorwaarde om dit werk te mogen doen. Je moet echt wel een beetje lenig zijn. Dus train dagelijks om dit werk te kunnen doen. Want voor je het weet slaat Dr. Singh je om de harses.
Ja, leuke grap, Albert. Je ziet het, hè? Door die robot hoeft dokter Singh niet eens dicht bij de patiënt te staan. Hij kan gewoon op een afstandje zitten en zijn werk doen. En hij zou niet eens in deze kamer hoeven te zijn. Sterker nog, hij zou gewoon vanaf zijn ontbijttafel met een kopje koffie kunnen opereren. Doet hij nog niet, maar het zou wel kunnen. Nou, de operatie is geslaagd. Goed gedaan, chirurg. Maar kun je ook dit? Niet slecht.